Ik sta hier in de paardenstal van Ellen Soeterings uit Boksel, want die is kampioen geworden. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Ellen, je hebt met jouw paard een prijs gewonnen. Ja, nou, het paard heeft de prijs gewonnen. Aha. Ja, het is, ik ben met haar naar een stamboekkeuring geweest van het NPS. Dat zijn eerst regio-kampioenschappen. Daar is ze al kampioen geworden van Brabant en Limburg. En dan word je uitgenodigd voor het nationale kampioenschap in Lunteren. En daar is ze ook kampioen geworden. Dus nationaal kampioen van Nederland bij het NPS. Oké, dus dan zit daar een jury aan een tafel. Ja. Met allemaal laptopje of papiertjes. En dan komt het paard aangelopen. Hoe moet ik het zien? Nou, zij is dus een eventingpaard. Dus dat wil zeggen, ze kan dressuren en springen. Dan op de regio-kampioenschappen worden ze in een soort kooi. Moeten ze hun vrijheid door beweging laten zien. Hoe ze stappen, draven, galopperen. En dan moeten ze ook dus in vrijheid springen. En daar krijgen ze punten voor. Ook hoe ze gebouwd zijn, hoe ze lopen. Ja, dat soort dingen. Hoe ze eruit zien. Maar heb je dan speciaal op die eigenschappen een paard gefokt? Of? Nee, ik heb een dekking gewonnen van een springpaard. En ik had alleen maar dressuurpaarden. En die moeder van haar, die vond het heel leuk om te springen. Dus ik had zoiets van, weet je, ik ga het gewoon proberen. En tada! Okay, nou, nationaal kampioen. Ik stel voor dat we ze even dichterbij halen. En dan wil ik nog veel meer weten. Nou, dat is goed. Dat gaan we doen. Ellen, je had het daar straks over dat dit paard speciaal gefokt is. Want je had iets gewonnen. Ja, een dekking van een springpaard. Hoe win je een dekking van een springpaard? Door mee te doen aan een actie op Facebook van een hengstenhouderij. Okay, en dan komt dat springpaard hier naartoe? Of? Nee. Die laten ze op een... Een fantoom springen, dus op een nep paard, zeg maar. En dan is ook niet gezellig voor. Nee, wordt dat sperma opgevangen en dat wordt dan verwerkt. En dan stoppen ze dat handmatig. En dan komt er zo'n mooi paard tevoorschijn. Nou, hij was helemaal bruin toen hij geboren was. Ja. Zij toch? Ja, het is een zij. Hoe heet ze eigenlijk? Ze heet Anoukias Peppercorn. En Anoukias, dat is mijn stalnaam. Aha. Dus, en Peppercorn. Peperkool. Okay. Maar kan dit dier nou uitgroeien tot een hele grote? En dan denk ik al een Salinero. Nee, Salinero was een dressuurpaard. Sorry. Dit is een springpaard. Dat weet ik niet. Dat kan. Maar niet dat er vandaag of morgen een Saoedische prins op de stoep staat om het paard? Ja, nou, dat zou best kunnen. Ik hoop het. Maar ze is niet te koop, helaas. Ook niet voor een miljoen? Nee. Haar moeder is overleden. Die vond ik hier dood op stal 2 jaar geleden. Dus, nee, dat is het laatste wat ik van haar heb. Dus... Nee, ze is me heel dierbaar. Ja. En wat hoop je met het paard nog te kunnen bereiken in de toekomst? Ja, met mee gaan springen en een keer een vullentje mee fokken. Ik heb gewoon plezier en ik rij zelf niet meer. Mijn stalruiter staat daar en ik vind dat heel leuk om mee te gaan met die meiden en te kijken. En, ja, daar kan ik van genieten. Shanne, jij bent stalruiter, heb ik net begrepen van Ellen. Ja. Wat houdt dat in? Ik rij hier een paard van Ellen op stal, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik rijd paard. Ik rijd wedstrijden samen met haar. Ik ben flink aan het trainen om omhoog te gaan naar de volgende klasse. En we trainen heel veel door de week. Maar hoe vaak ben je dan hier? Zeker 4 tot 5 keer in de week. Serieus? Ja. En wil je daar ook in de toekomst iets mee gaan doen? Of is dat jouw droom? Ik hoop wel heel ver te komen in de zeesport. Dat hoop ik wel. Dus we gaan zien hoe ver we gaan komen. En wie heb je als voorbeeld? 10 jaar van Lieren. Oh, die? Ja, dat is wel een hele goede topruister. Nou, dan gaan we even kijken. Ik ga eens even googlen. Dat is goed. Maar ik zag jou net een beetje mank lopen. Ja, ik heb 2 dagen geleden een ongeluk gehad met mijn paard. We waren een oefening aan het doen, wat ze heel moeilijk vindt. En ik gaf iets te veel been en toen kwam ze spontaan omhoog op de achterbenen. Zo, je gaf iets te veel been? Ja. Dus met je dit zo? Ja, ik zat er bovenop. En toen... Naar achteren? Naar achter en we klapten samen naar achter. Zo. En het eerste wat je dan denkt is dat ze niet bovenop je landen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus het is eigenlijk nog best wel gevaarlijk. Ja, het kan heel gevaarlijk zijn. Niet alleen in de spring- en eventingsport, maar ook in de dressuursport zijn er zeker gevaren. Maar jij gaat gewoon door? Ik ga gewoon door en we blijven gewoon lekker doortrainen. En was het een verrassing dat je de eerste prijs won? Ja, of zeker. Zeker. Dat had ik niet verwacht. Ja, ze was kampioen van Brabant al. Dus dan heb je zoiets van, ik heb altijd een kans. Ik heb net zoveel kans als iedereen. Dus, en dan loop je daar en dan ga je de concurrenten een beetje beoordelen. En denk je van, daar kan ze wel van winnen of van die kan ik wel winnen. Ja, en dan heeft ze het toch gewonnen. Ja, dus het was nog wel een verrassing. Maar bijzonder. Het is heel bijzonder. We hebben een mooi paard bij in Boksel. We hebben een mooi paard in Boksel, ja, zeker weten.